staan hier bij Fred van der Vendert. Fred, wat is jouw taak vandaag en wat is jouw taak gedurende het hele jaar in feite voor het cyclingteam? Via Benny heb ik contact gekregen met het clubje van jongens die zich voor hun plezier amuseren met hun sport, maar die toch graag raadgeving hebben op gebied van training, op gebied van voeding en verzorging. En vandaag was Benny heel hard bezig met de organisatie en zegt hij: Fred, kun je komen voor de renders wat op te vangen? Dus, Oké, maar als ik jou bekijk, jij bent in feite thuis in de atletiekwereld en misschien minder in het wielrensmilieu. Ik zou dat niet zeggen. Ik ben inderdaad grootgebracht in de atletiekwereld. Maar als ik u zeg dat ik trainer geweest ben van Remco Evenepoel, dan weet je al voldoende. Oké, dan vallen wij uit de lucht uiteraard. Maar u bent ook Belgisch kampioen geweest bij de atletiek. Ja, ik ben 3 keer Belgisch kampioen geweest, marathon. 82, 83 en 85. Speelt de voeding dan een heel grote rol in deze sport en elke sport waarschijnlijk, denk ik? Hè? Het is zo dat die voeding een zeer, zeer grote rol speelt, maar dat wetenschap ook vooruit gaat en dat dat ook stilletjes aan verandert en geëvolueerd is. Hè. Maar absoluut. Waar zit er nog evolutie in het Belgische wielrennen op dit moment? Oh, ik denk, als je kijkt naar de andere sporten, naar de trainingsintensiteit. Hè. Dus als je ziet, bij andere sporten gaat men al 2 tot 3 keer per dag trainen. In het wielrennen begint dat nu stilletjes te komen, dat ze al 2 keer per dag durven trainen. En dan het scouting aan talent. Hè. Dus wanneer dat je dus het talent kunt detecteren en goed begeleiden, gaat het betere resultaten hebben. Je zegt tegen mij, ik ben trainer geweest van Remco Evenepoel. Oké, goed. Remco is een groot talent. Waar gaat dat eindigen volgens jou? Met Remco of met wielrennen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, aangezien dat ik hem niet meer begeleid nu. Hè. Die zit dan bij de Koning Quickstep. En uiteindelijk heb je geen inzicht meer wat ze doen en laten. Je bent persoonlijke trainer geweest dan waarschijnlijk? Ja, totdat hij eind junior was. Hè. Ja. Dan is hij beroepstrainer geworden. Hè. Zag je er toen al iets in zitten? Natuurlijk. Als je dan mee rondrijdt en je rijdt dan een eerste keer mee in Dardenne, zie je direct wat dat kan. Ja. Hoe is het mogelijk dat een voetballer zo kan wielrennen? Omdat hij de juiste genen heeft en het juiste profiel. Hè. Dat heeft niks te maken met voetbal of met dingen. Hij is een uithoudend type. Hè. En dan via het labo kun je dan de waarde gaan meten en kijken waar dat je uitkomt. En je kunt dat vergelijken statistisch. Hè. Je ziet dan direct waar dat ze zitten. Hè. Hoe is het gesteld met Belgisch wielrennen in zijn totaliteit? Ik denk zeer goed op dit moment. Hè. Zeer goed. Hè. Als je ziet al die talenten die naar boven komen. Gaan er naar Van Aert, een Evenepoel, de Sian Uitenbroek. En het loopt er nog tussen. Hè. Dus een Van Moer. Allee, ik bedoel, nee. Het is zeer goed gesteld in het wielrennen. Oké, veel succes en veel plezier vandaag. Hè. Ja, dankjewel. Joe.